zien voor een paar weken terug zijn we in El geweest en daar hadden ze een huifkarredartoernooi. En dat vonden we toen zo leuk, dat we zich het hadden van dat moet heel hoog kennen lukken. En vandaar dat we vanavond dus gestart zijn met het eerste dart huifkarretoernooi. De bedoeling is dat ze in 4 kroegen hier op Ruiver darten en van de kroeg naar kroeg met de huifkar gebracht werden. Als hij bikeré verloren wordt, dan moet degene schrijven. En als hij geschreven heeft, dan moet je de huifkar in en naar de peerstal toe. Van de peerstal hoe het gaan ze naar Frans en van Frans hoe het gaan ze naar de Schurker. En van de Schurkroet komen ze weer heen bikeré terecht. Zo'n soort kroegen toch, maar dan met dartpielen? Ja, dat klopt. Ja. Het is voor de eerste keer, want het is natuurlijk iets wat we hier niet kennen in Ruiver en omstreken. Ja, je zegt al, elders in de regio is het wel. Wie is de animo? Hoeveel aanmeldingen heb je? We hebben nu 16 aanmeldingen. Dan moesten we wel weer bekijken dat er overal wat gaat te doen is op het moment. Er is een zwemmiskermis wat heel gewild is. In Venlo is van alles te doen. Bij de Peerstal zit een orkestje. Dus er is toch overal wat gaat te doen. Het is burendag vandaag. Dus ook toch. Heb ze last van. Maar 16 aanmeldingen voor de eerste keer vind ik best netjes. En zeker omdat de mensen hier niet weten wat er precies gebeurt. Dat wilde zeggen dus dat bij de volgende editie, die dan waarschijnlijk volgend jaar gaat plaatsvinden, dat het dan stukken drukker kan worden? Ja, ik hoop wel. Ik hoop dat het zich rondspreekt en dat er volgend jaar toch meer mensen gegadigd zien. En zo nee doen we het gewoon weer met die 16 mensen die denk ik toch genoten hebben vandaag. Of het geniet te zien in elk geval. Dus, ze zijn nog bezig, ze zijn nog aan het dachten. Hoe strijden ze eigenlijk om? Het is natuurlijk een toernooi, een competitieachtig iets. We hebben een wisselbeker. Die mogen ze 3 keer kennen ze die winnen en dan mogen ze die halen. We hebben de huifkarretrofee. Die is voor degene die het meest in de huifkar heeft gezeten. Dus die het vaakste rond is geweest. Dan hebben we nog de 180. Dat is een meterbeer. De beste finishers in de meterbeer. En dan de eerste, tweede en derde plaats wordt verdeeld onder het inschrijfgeld. Dus wie meer inschrijvers, wie meer geld dat ze kunnen verdienen. Nou is het dan, vandaag is het dan. Ja, ik neem aan dat het nog een keer gaat plaatsvinden. De evaluatie zal nog plaats moeten vinden, maar als het volgend jaar weer georganiseerd wordt, wanneer zou dat zien? Nou, we hadden in eerste instantie gezegd, het blijft deze datum. Dus de laatste week van september. Maar gezien het weer, zien we er toch over aan denken om dat ergens laatst juli, augustus, net na de vakanties. En net tussen de kermis en de vakanties in, om te kijken of dat door een gunstigere datum te prikken is. De mensen zouden ook waarschijnlijk wel via Facebook en de posters weer terug kunnen vinden. Dat zeker, want ik denk dat de poster vaak genoeg rond is gegaan op Facebook. Dus wat dat betreft zal het dus lukken.